We gaan 3 weken naar Vietnam en ik vind het best wel spannend. Helemaal clean. Ja. En al die blauwe spikkeltjes. Ja, want eerst zat er heel veel blauw op je. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is maandag. Wat gezellig weer dat je kijkt. Ik heb vanochtend gesport en ik ga nu even de haren olie. Ik heb deze op TikTok gezien, dus ik ga die even uitproberen. Prikt onder mijn nagel, dat is irritant. Even haren olie en dan ga ik zo meteen sporten met Quinn. Ik hang met deze vesten altijd in eten. Deze komt net uit de was. Vanochtend weer in een tomaat gehangen. Ja, het is zo irritant. Die mouwen zijn gewoon te groot. Maar goed, wat doe je eraan, hè? Helemaal niks. Good morning. Het is woensdag vandaag. Ik heb gisteren even overgeslagen. Onbewust eigenlijk. Heel erg druk met werk. S'avonds kom ik thuis. Ben ik gaan dansen. Ik was echt gesloten. Dan ging ik gewoon slapen meteen. Ik heb heerlijk geslapen. Echt fucking lekker. Dat is lang geleden. Dus dat is mooi, hè? De rolluiken open en de zon schijnt. Dat vind ik ook zo lekker. Oké, ready for work. Ik heb een jasje aan van Tesfi, een topje van H&M, broek Levi's en schoenen van Best Collect. Daarna gaan we nog door naar de GGD, is het volgens mij? Haal je daar je vaccinatie? Volgens mij wel. Ja, ik ga later even uitleggen hoe en wat. Maar ik ben on the way. Ik loop nu naar de auto. Want ik moet vaccinatie halen. Oh my god, wat is het weer? Ik word hier zo blij van. Echt zo, zo lekker. I love this. Oh my god, er zit echt tering veel schijt op de auto. Gadverdamme, kijk hoeveel. Holy fuck. Het was feest. Oké, wij hebben de vaccinaties gehad. Ik heb volgens mij nog helemaal niet verteld dat wij deze zomer naar Vietnam gaan en Alexje gaan bezoeken en mijn broer natuurlijk en mijn schoonzus. Dus bij deze, dat gaan wij doen. Ik dacht eigenlijk altijd wel dat ik het had benoemd in de vlog, maar ik weet dat steeds niet zeker. Ik heb dat echt vaker, dat is heel irritant. Maar volgens mij had ik dit nog niet gezegd. Anyway, we gaan 3 weken naar Vietnam en ik vind het best wel spannend, want ik ben niet echt per se een reisfanaat, om het zo maar te zeggen. Ik heb niet die urge in me bijvoorbeeld ook om in het buitenland te gaan wonen. Mensen doen dat ook wel met stages en zo, toch? Ja, ik heb dat gewoon niet. Het liefst ga ik gewoon lekker in een all-inclusive resort liggen en daar gewoon lekker eten en zonnen. En... Maar dit is wel echt niet zo'n vakantie. Denk ik in ieder geval. En het is natuurlijk ook gewoon een hele andere cultuur. En in het begin was ik best wel stellig over dat ik daar geen zin in heb. Ik weet nog wel echt in het begin, toen het plan was dat zij naar Vietnam zouden verhuizen, had ik echt zoiets van, nou ja, dan zie ik jullie nooit meer, want ik ga daar gewoon niet naartoe. Maar goed, het is nu ook alweer 2 jaar verder bijna. En ik ben er wel nieuwsgieriger naar geworden en ik wil er gewoon open en... ja, gewoon open ingaan en eerder met het gevoel van ik wil iets ontdekken en ik ben benieuwd. En dat ik een soort van een beetje bang ben. Snap je wat ik bedoel? Dus dat ga ik ook gewoon doen. En ik denk ook dat het super mooi is. Van iedereen die er is geweest hoor ik ook van Katje gaat er echt met een levenservaring weer weg. En wordt echt je mooiste vakantie. Oh my god, moet ik daar gaan staan? Is het zo druk? Ja, het is spits. Kut, sorry. Dus het komt ook goed. Ik vind het gewoon alleen een beetje spannend. Dus mocht je in Vietnam geweest zijn, help me even van de paniek af. En nou ja, dan zit je dus net bij de GGD natuurlijk. En dan noemen ze allemaal op wat voor lijpe ziektes je daar kan oplopen. En als je je daar niet voor vaccineert, krijg je dit en zus en zo. En dan, ja, dan schiet de paniek wel bij mij erin hoor. Maar, kak. Sorry meneer, mag ik alsjeblieft naar links? Ja, natuurlijk word ik ook nog gebeld. En meneer, laat mij niet naar links. Dan zo. Wie belt mij?
Mar belt mij. Hoi. Ik ben onderweg. Zo, dus net. Ik zeg, ik ben onderweg. Ja, ja. Maar je zegt, ik ben onderweg. Nee, dat zei ik niet. Goed, waar was ik met mijn verhaal? ja. Dan krijg ik gewoon paniek. Als zij allemaal noemt hoe vaak per dag je moet insmeren met allemaal anti-malaria, mugtroep en weet ik het allemaal. En ja, dan denk ik gewoon, oh, wat een gedoe allemaal. Alleen om daarheen te gaan. Het is 20 uur vliegen. Mar gaat ook niet mee. 3 weken lang zonder hem vind ik ook al moeilijk. Dus dat zijn allemaal dingetjes wat ik dan kut vind. Ja, maar goed. Dat komt ook goed en ik denk oprecht dat ik het heel leuk ga vinden. En ik heb natuurlijk zoveel zin om mijn familie weer te zien. Als ik eraan moet denken, moet ik al bijna huilen. Dus echt, dat wordt echt wel gewoon heel fijn. Dus zo ga ik er ook met die insteek in. Maar goed, als je nog, hoe heet het, oppep tips hebt en een beetje moed in wil spreken, is dat absoluut welkom. Dus voel je vrij om te commenten. Nou, ik ga met Mar lekker eten. Ik heb zin in kip met rijst. Echt heel veel zin in. Rijst met kip. Heerlijk. Good morning, het is vandaag donderdag. Ik heb net even heel mijn kamer opgeruimd. En als alles dan netjes is, is echt het lekkerste gevoel ooit. Ik ga zo even ontbijten en dan ga ik vanmiddag naar Numansdorp, als ik het goed heb. Want ik ga zo'n Japanese head spa behandeling ondergaan, krijgen. Echt super veel zin in. Ik heb zoiets nog nooit gedaan. En ik zie het wel echt overal op TikTok. Dan gaan ze dus ook heel je hoofdhuid scannen. En dan gaan ze kijken wat voor hoofdhuid je hebt. En daar dan de producten op aanpassen. Hele massage. Ze gaan je haar ook feunen. Volgens mij ook knippen. En dat mag ook. Want het is de onderkant wel weer in ieder geval een beetje dood. Dus ja, heel erg veel zin. Ik ben heel benieuwd. Oké. Even haar eigenlijk terecht zetten. Zo ben ik dan dat wel. Helemaal goed. Oké. Okay. Yes. Daar gaan we dan. Kijk, zo oh, ja. Ziet jouw hoofdhuid er dus nu uit. Is wel hoor. En zoals je ziet, ziet het er echt ja, keurig uit. Top. Helemaal clean. Ja. En al die blauwe spikkeltjes. Ja, want eerst zat er heel veel blauw op jouw hoofdhuid, hè. Ja. En nu, zoals je ziet, zijn je haarzakjes heel mooi vrij. En ziet het er gewoon echt ja, heel goed uit. Wat top. Ik zit weer in de auto. Echt heerlijk was dit. Ze had dus... Ik heb niet zoveel beelden via de vlog gemaakt natuurlijk. Want ik lag een uur op mijn rug. Maar ze had een scan gemaakt van tevoren. En dan zag je ja, ook nog wat van die blauwe fudge shampoo. Spikkeltjes zelfs en zo. En haarzakjes die een beetje dicht zaten. En dan door die reiniging nu had ze... dus dat allemaal gefixt. En op het einde, ik doe even een beetje bronzer of want hierboven staat weg. Zag je dus dat die haarzakjes ook weer open waren. Dat blauwe was weg. Dus helemaal healthy hair. Blij mee, hoofdhuid helemaal gereinigd. Echt heerlijk. Ik viel bijna ook in slaap. En dat moeten we natuurlijk hebben, hè. Ik kan nu een half uur terug. Was het wel waard. En dan ga ik. Oh ja, ik ga vanavond naar Amsterdam. Met Anne gaan we lekker stappen. Zin in. Ik ga lekker terugrijden. Joejoe. Ik ben klaargemaakt om naar Anne te gaan. We gaan vanavond naar Super. En ik ga eerst nu richting Rotterdam Centraal. En dan gaan we door. Outfit is topje Zara, broek van Tessy en dan deze Balenciaga schoenen erover. Natuurlijk doe ik er nog even een jas op, die hangt daar, ook van Tessy. En that's the fit. We gaan er vandoor. Ik moet echt zeggen, ik ben zo ontzettend blij met die Dyson steltang. Ik heb hier dus nu krullen mee gemaakt, ze zitten echt beter dan ooit tevoren. Vies lopen vreten. Lekker zo'n, hoe heet dat ding ook weer? Durendonger. Ja, en friet. Och, heerlijk. Maar ik heb ze niet. Oh ja, lekker. Zo, ik zie er naar uit. Ik ook niet. Oeh, waarom? We gaan nu naar Rotterdam. Even naar Anne's appartement.
En gaan we slapen. En morgen ga ik mijn piercing het staafje korter laten maken. We gaan lekker lunchen. Ik heb er nu al zin in. Prost. Slaap lekker. Goedemorgen, Annalena. Het is vandaag. Ik weet het even niet. Vrijdag. Vrijdag. Wij zitten bij Queen of Rings. Deze. Ik had die traagjes natuurlijk laten zetten. En dat staafje moeten ze nu korter maken. Want hij is geheeld. Dan kan ik weer AirPods in. En daarna gaan we nog even een broodje eten. Heb je honger? Ja. Ik krijg eigenlijk niet meer door die croissant. Maar wel zin in dat lekkere broodje. Ja, ik heb zo meer lekker zin. Ja, dat ook. En dit weer, ik zit letterlijk met korte mouwen buiten. Het is echt een droom. Dijon, ik heb toch zo'n zin in de zomer. Ja. Zin in de zomer, man. We kunnen het niet aan. Wij zitten bij Surf, we hebben lekker een broodje tonijn. Dit is echt het allerlekkerste broodje tonijn die ik ooit op heb. Heerlijk smoothietje erbij, zonnetje erbij. Echt lekker. Hallo, het is vandaag zaterdag. Ik heb heel de dag eigenlijk video's gemaakt voor TikTok en DJ en zo. Dus daar heb ik nu net iets gepost. Check it out als je het leuk vindt om even te kijken. Ik ga vanavond lekker uit eten in Breda. Ik ga met Annemijn, echt super lang geleden. En gaan we even lekker een hapje doen bij de Griek. Echt fucking lekker ook. Zoveel zin in. Dus ik ga denk ik even douchen. Ik heb het ook koud. En dan lekker eten. Heel veel zin in. Ik ben weer thuis. Het was echt zo gezellig met Anne. En ik ben gewoon vergeten te vloggen. We hebben elkaar sinds de diploma-uitreiking van afgelopen zomer niet meer gezien. Dus echt super veel bij te praten. En ik heb nu gewoon niet gedacht om te filmen. Maar ik ben thuis. Ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgen. Morgen ga ik iets heel leuks doen. Good morning. Het is vandaag. Nee, middag. Het is zondag. Ik heb even gedoucht. Klaargemaakt een beetje. Skincare in ieder geval gedaan. Anne komt zo meteen hier naartoe. En dan gaan wij een vakantie boeken. Echt zoveel zin in. Ik ga dit jaar best wel veel vakantie. En nou, fantastisch. Super blij dat het kan. En dat het allemaal lukt. Dus ja, dat gaan we zo meteen doen. Ik heb daar helemaal zin in. I love, love, love it. Nou, Anne en ik zijn denk ik echt al 4 uur vakanties aan het kijken. We komen er gewoon niet uit welke we willen. We hebben eigenlijk gewoon te veel keus. Ja, klopt. We vinden het te veel leuk. Ja. Maar we staan nu in het drijf bij de Mac. We gaan even lekker eten. En dan vanavond wel echt een vakantie boeken. Ik vind deze wel echt leuk. Leuk, leuk, leuk. We gaan trouwens naar Valencia. Had ik dat al gezegd? Ik heb Anne net afgezet op het station. En vakanties geboekt. Echt heerlijk. Zo ontzettend veel zin in. En ik ga de vlog editen. Hij is al een beetje laat. Dus ik ga snel opschieten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Mwah.